ben zo trots op jou en er zijn zoveel scheidsrechters trots op jou. Wat voor mij een heel belangrijk moment gaat worden is mijn eerste wedstrijd met het eerste fluitsignaal. En dan weten dat het toernooi begonnen is en dat je echt onderdeel bent van de Olympische familie. Zeer veel succes. Dankjewel. En dan een beetje kijken. Dankjewel. Deze reis is natuurlijk lang geleden ingezet. Als een kleine koen had ik al een droom 15 jaar geleden dat ik naar Rio 2016 zou mogen. Ja, en dat vandaag dat uitkomt, ja, dat is geweldig. Ik weet niet of ik kan zeggen dat ik een droom heb gehad. Ik weet wel dat ik een keer door Filip met mijn neus op de feiten ben gedrukt. En dat is in 2010 geweest. Toen floot ik op HDM een avondwedstrijd en daar heeft hij gefilmd. En het laatste van 70 clipjes was een shot van het Rabobankbord met de 5 ringen. Waarbij hij de ondertekst gaf, als je zo doorgaat is dit mogelijk. En dat was het eerste moment dat ik eigenlijk dacht van, oh, is dat echt zo? Als jij dat zegt, is dat misschien wel waar? Nou, dat is nu 6 jaar geleden. 15 jaar geleden heb ik een trui laten maken, waarop ik toen de Olympische ringen en het jaartal 2016 heb onder laten zetten. Ja, dus vanaf toen is mijn eigen Road to Rio eigenlijk begonnen. Koen is echt een voorbeeld. Hij kan goed communiceren met spelers, maakt een praatje, lacht met ze, een beetje geinen. Zelf hoop ik dat ook graag van hem te leren. Als ik zelf langs de lijn sta en jonge scheidsrechters bekijk en tips geef, dat ik vanuit mijn passie mag spreken. En dat geeft mij heel veel energie, maar de jongere scheidsrechters ook. Op de weg hier naartoe heb ik even uitgerekend dat één van jullie straks op de Olympische Spelen 2032 gaat fluiten. Wie er op de Olympische Spelen van 2032 staan. Nou, dat is natuurlijk gewoon een droom om dat waar te kunnen maken. Ja, mijn droom is natuurlijk Olympische Spelen, maar om dat nu al te zeggen van dat ga ik echt halen, dat kun je nu nog niet zeggen omdat ik ook nog maar net begonnen ben. Maar ik denk dat ik zeker wel het doel van mezelf heb gesteld om gewoon ver te komen en veel wedstrijden te fluiten en mijn uren wel te maken. De eerste stappen die zetten jullie vandaag, hè? Jullie hebben allemaal goede begeleiders uit de hoofdklasse, uit de overgangsklasse, gewoon landelijke scheidsrechters. Eerst naar het hoofd, overgangsklasse bereiken, dan nog internationaal, dan bij de Olympische Spelen uitkomen. Dan hoop ik dat Nederland niet in de finale staat, zodat hij voor mij is.